We hebben geen keus, Helena, hoorde ik mijn vader zeggen. Ze gaan anders dood, dat wil je toch ook niet? Nee, natuurlijk wil ik dat niet. Waarom ben je dan tegen? Ja, ik weet niet, de reis is het wel veilig. Ze gaan niet alleen, er wordt voor ze gezorgd, er gaan volwassenen mee. En waar gaan ze dan precies naartoe en hoe lang blijven ze weg? Dit was een klein stukje uit het boek Naar het Noorden. Het gaat over uh, Jaap. Het is oorlog, het is winter. En er is weinig te eten in de grote steden. En Jaap en zijn kleine broertje, kleine Kees, en zijn grote zus Nel gaan met een rijnaak over de rivieren, de kanalen over, het IJsselmeer over. En worden tijdelijk opgevangen door pleeggezinnen in Friesland. Helaas niet in hetzelfde gezin. Ze komen in diverse gezinnen terecht. En ze missen natuurlijk hun ouders. Nou, het tweede boek wat ik jullie aanraad is Winterijs van Peter van Gestel. Het is een prachtig boek, heel mooi geschreven. En het mooie daaraan is dat het boek nog heel lang bij je blijft, ook als je het al lang uit hebt. En dan wil je het nog een keer lezen. En nog een keer. En nog een keer. Zo mooi is het. Nou, een derde tip is Een Kleine Kans van Marjolein Hof. Ook heel mooi geschreven, heeft ook een gouden gif gewonnen. En ondanks dat het onderwerp best wel serieus is, valt er in het boek nog genoeg te lachen. Alle lezers, heel veel succes en vooral heel veel plezier.